Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid zegt dat de problemen bij het Marwina ziekenhuis nog steeds een grote uitdaging zijn. Vandaag, voor aanvang van de Raad van Ministers, zei de bewindsman dat de nodige aandacht wordt besteed aan de officiële operationalisering van de ziekeninstelling. We zijn in de operationalisering, we zijn met AFD, dat is de financierder van het project Marwina ziekenhuis, bezig om een en ander eerst op orde te krijgen. En dan gaan we over naar de noodzakelijke aanschaffingen en inrichting van zeker de spoedeisende hulp en een goede ambulance dienst. Dat is de eerste stap. Daarna komt apotheek, laboratorium, röntgen en dan gaan we openen enkele specialisten. Het hebben van specialisten is ook een grote uitdaging, omdat specialisten van Paramaribo niet gaan werken in Marwina, dat is duidelijk, Surinaamse. Dus je zal even moeten uitkijken naar roulatiediensten of een samenwerking met een bestaansziekenhuis zoals het Slans of het Academisch ziekenhuis of met het Wanica ziekenhuis. Dus er zijn verschillende modaliteiten die we aan het... Let wel, het Marwina Hospitaal was niet in de planning opgenomen, is ook nooit besproken met de ziekenhuisraad. Maar wij hebben een grote uitdaging. De minister geeft verder aan dat niet vergeten moet worden dat het Marwina ziekenhuis goed heeft gefunctioneerd tijdens de COVID-pandemie. Er moet geen vertekend beeld van de ziekeninstelling worden gegeven. Het enige wat speelt is, en daar heb ik er wel moeite mee, zeker het ministerie, de leiding, dat we situaties gaan creëren die er niet zijn. Als de betrokken journalist tegen 4 uur bijvoorbeeld ook naar het Slans Hospitaal gaat, gaat hij ook een leeg terrein zien, want de zus, de verpleegkundigen op de zalen zijn aanwezig. Maar de administratie functioneert niet, dus we moeten niet een beeld proberen te creëren dat er niets en niets bestaat. Het Marwina ziekenhuis heeft heel goed gefunctioneerd tijdens de COVID-periode als een goede isolatieopvangplek. Daar is er ook voor illegale werden ook daar geplaatst. Er is behoorlijk schade aangericht. Er is diefstal gepleegd. We hebben meerdere malen geprobeerd de zaken eigenlijk goed te bewaken. De minister geeft verder aan dat het de bedoeling is om dit jaar nog wat ziekenhuisactiviteiten op te starten bij het Marwina ziekenhuis.